Oké, dit is het laatste paragraaf van het hoofdstuk warmte en energie voor natuurkunde HAVO bovenbouw. Het gaat over eigenschappen van materialen. Oké. 25. In een nieuwe woning kom je alleen nog maar hoog rendementsglas tegen. Er gaat veel minder warmte verloren door dit dubbelglas dan door enkel glas. Warmtetransport gebeurt door geleidingstroming en door straling. Leg uit voor welke vorm van warmtetransport waarom er minder warmte verloren gaat door dubbelglas dan voor enkel glas, dus voor alle drie. Nou, warmtegeleiding is kleiner, omdat slechter geleid dan gas. En de gas dat zit natuurlijk tussen de twee glasplaten in, dus je hebt een isolerende laag. De warmtestroming is ook kleiner, doordat de afstand tussen de twee spiegelplaten zo klein is dat het gas niet kan stromen. Nou, dat staat hier prima uitgelegd. Hè. Dan krijg je, als het gas niet kan stromen, kan het toch geen warmte mee weten meenemen. En de warmtestraling is kleiner, omdat bij dubbelglas je een extra reflecterend laagje op het glas zit, die dus de warmtestraling weer terugkaatst. Oké. Okay. Een kamer is voorzien van enkel glas. In de kamer zit een thermostaat die ervoor zorgt dat de verwarming aangaat totdat de temperatuur 20 graden Celsius is. Ja, dus dan zet hij weer uit. In 4527 zie je dat de temperatuur tijddiagram je vervangt het enkel glas door dubbelglas. Schets in 4527 de lijn voor de kamer met het dubbelglas ligt je antwoord toe. Oké, okay, nou, de begin- en eindtemperatuur is natuurlijk hetzelfde. Maar omdat de warmte verloren gaat als de kachel aangaat, gaat de temperatuur in de kamer dus sneller stijgen. Dus je ziet dat in dit geval de eindtemperatuur van 20 graden Celsius, die wordt eerder bereikt. Oké. Okay. 26 dan. In een straat staat een aantal identieke huizen naast elkaar. Via de muren tussen de twee huizen is er nauwelijks warmteverlies. Leg uit waarom. De warmtestroom moet dan klein zijn tussen de twee huizen. En dat zal waarschijnlijk zijn, dat staat er niet erg goed bij, vind ik. Maar er zal wel allerlei isolatiemateriaal tussen zitten, zodat er weinig stroming is, stilstaande lucht. Wat piepschuim houdt de lucht prima vast. Stilstaande lucht geleidt ook heel slecht. Dus dat isoleert ook. Als je dan ook nog bijvoorbeeld glimmend materiaal tussen de muren doet, hè, aan beide kanten van het piepschuim, dan kaatst dat ook nog eens een keer de warmtestraling terug. Dus vandaar. Nou, zonder toepassing van isolatiemateriaal is het warmteverlies via het dak gemiddeld 120 joule per seconde. Als je het dak isoleert, daalt dit naar 70 joule per seconde. Reken hoeveel warmte in een jaar minder verloren gaat via het dak. Nou, volgens de Wieners tabel geeft dat in één jaar dus 3,15 tot 7 joule. Oh, gaat hier, die gaan ze de tijd van een jaar omzetten in seconden. 3,15 tot de zevende. Per seconde is het warmteverschil dus 120 minus 50 is 70 is 50 joule. Dus per jaar gaat er dan die 3,15 tot de zevende seconde maal 50 joule per seconde is 1,15 tot de negende joule minder warmte verloren. En als je dat significant doet, is dat 1,6 tot de negende joule in dat jaar. Oké. Okay. Voor de isolatie van het dek is 40 kilogram gaswol nodig. De productie van gaswol kost ook energie. Voor de productie van gaswol is 2,5 megajoule per kilogram nodig. Geert zegt, als ik het gaswol zelf aanbreng, is de besparing energie door gaswol binnen een maand groter dan de energie die nodig heb. Bij de productie van gaswol kijk ik aan of het gelijk heeft. Oké, okay, nou de besparing is dus 1,6 tot de negende gedeeld door 12, want dit is per jaar, dus per maand is gedeeld door 12, is het 1,3 tot de achtste joule. Oké, okay, om 40 kilogram gaswol te produceren heb je dus 40 kilogram maal 25 megajoule per kilogram aan energie nodig, dat is dus 1000 megajoule per totaal, dus dat is 1,010 tot de negende joule. En dat toont aan dat hij geen gelijk heeft. Hij beweerde dat hij het in één maand zou kunnen, maar hij heeft maar een besparing van 1,310 tot de achtste. En dit is 1,010 tot de negende. Nou, dat is nogal wat meer. Dus hij haalt het niet in een maand. Je kan zelfs uittekenen hoeveel maanden het is. Deze gedeeld door die.
Nou, wat zal dat zijn? 6, 7. Oh, bijna 8 gezien. Ja, echt schijnlijk. Oké, dat was het.